kun je zien als je helemaal vertrokken bent dat het blijkbaar bij sprinters zo kan zijn dat je de dag daarna zo weer een overwinning te pakken hebt. Supermooi. Ja, hoe was het de afgelopen week voor jullie? Want het was toch wachten, hè, tot hij de goede benen ging krijgen. Ja, nou ja, kijk, het moet ook allemaal natuurlijk net passen. En daarvoor liet hij al wel zien dat hij gewoon heel erg goed was. Alleen, ja, het was een klein beetje fine-tuning, denk ik. En gisteren valt het dan allemaal goed. En nu heeft hij het vertrouwen, lijkt het. En ja, supermooi, twee dagen op rij. Ik hoorde een paar kilometer voor de mee dat hij won. En ja, dan kon het feestje beginnen. En het verzag zeker de pijn. Ja. Wat is er met jou gebeurd? Ja, die valpartij, een kilometer of 15 te gaan, daar viel iemand. En ja, twee rijen voor me ongeveer. En ik ging natuurlijk vol in de rem. En ik dacht eigenlijk dat ik op tijd stil ging staan. Maar daar, ja, kwam ze achterin gereden. En ik leek alsnog over die valpartij heen. Hij had ook het geduld vandaag. Hij kon blijven zitten en echt op het laatste moment eruit komen. Dus dat was gewoon een perfecte sprint voor hem. Wat doet zo'n overwinning met iemand qua zelfvertrouwen? Nou ja, het geeft je natuurlijk een extra boost. Maar niet alleen de renner Dylan, maar ook heel de ploeg natuurlijk. Je weet waarvoor je het doet. We wisten dat hij het kon en Dylan wist ook al dat hij eigenlijk de eerste twee dagen dat, ja, had hij de benen niet. Dan zijn die kansen ook weg, dus dat, ja, daar zat hij best wel mee. En als je dan op een gegeven moment kan winnen en vandaag die tweede overwinning kan pakken, ja, dan is dat ook weer vergeten. Want dan sta je toch mooi op twee. Maar niet te veel champagne, want dit wordt twee dagen op rij. Ik heb wel wat, ik ben een achterhoeker. Ja, dat is waar. Dat komt wel goed. Hey, nog even als laatste, Robert. Wat doet dit met jou? Want het geeft wel rust in de ploeg natuurlijk. Hè? Dat is wel lekkerder koersen. Ja, maar toch sowieso super mooi. Ik bedoel, je bent wielrenner voor geworden. Je bent onderdeel van een super succesvolle ploeg op het allerhoogste niveau.